Ik ben Albe Dankerman en we zijn hier bij de familie Dankerman van melkveebedrijf De Vlog. In het mooie Arjen, dichtbij Ommen. We hebben hier een melkveebedrijf in Maarschap met de familie. We melken 220 koeien. De gemiddelde productie is ongeveer 11.500 liter. Met 4,35 vet en ongeveer 3,70 eiwit. En dat met een tussenkalftijd van 395 dagen. Als we zijn heel erg trots op dat we weer mee mogen doen in de finale van de beste boerenkoeverkiezing. Nu met Jantina. Jantina is een Kian uit een Win 395, uit een Lord Lily, uit een Celsius, uit een Ideal en dan uit de stammoeder Jantina 50. Dat was een tops. Deze koe zit op het moment op ongeveer 110.000 liter melk. 4,20 vet, 3,55 eiwit en met een gemiddelde tussenkalftijd van 359 dagen. En dan resulteert dat in een gemiddelde productie van 41 liter per dag. Ze heeft drie verskalfjes gehad. Eén is te verkocht vanwege de fosfaatperikelen. En we hebben een hele beste snowfever eruit. Die heeft ook al 50.000 liter melk. En we hebben een ranger uit deze koe. Wat maakt me deze koe zo trots? Het is een hele gewone boerenkoe waar geen omkijken naar is. Heeft twee of drie keer een lichte verhoging gehad qua celgetal. En op de foto op de site staat hij met een voluier. We hebben hem nu expres uitgemolken, omdat je kunt zien dat hij ook een heel kwaliteitsuier heeft. Een heel soepel uier heeft hij, terwijl hij op het moment 50 liter heeft. Ze heeft een heel goed type met heel goede inhoud. Beste been en beste kloon. Maar de kwaliteit van het uier is toch wel een supersterk punt. Ze heeft een goed karakter, maar ze weet wel heel goed wat ze wil. Eigenlijk zijn we er wel heel erg trots op. En we hopen dat ze na de tweede plek die we de vorige keer hadden, dat we nu kampioen worden.